Ja, als je maar weet hoe de hazen lopen, vrienden, in het leven. Ja, als je dat weet, dan worden dingen heel veel makkelijker om te begrijpen en om te doorzien. Ja, want wat hebben we nu aan onze fietshanger? Heb je het gevolgd? Misschien niet. Weet je al, er zou een debat komen, politiek debat, bij RTL 4. Goed, RTL, die zouden dus in de aanloop naar de provinciale verkiezingen, die zouden een debat houden. Nou, en dat ging niet door. Dat gaat niet door. Met zes partijen zouden daarbij zijn. VVD en D66 geloof ik, en de SP nog, en de Partij van de Arbeid, weet ik veel, PVV. En die zouden, maar dat gaat niet door, vanwege, dat wordt dan genoemd, vanwege de timing. Oh, vanwege timing. Vanwege timing gaat dat niet door. Nou, vergeet het maar. Dat is natuurlijk allemaal ontzettend geleuter. Wat timing. Er zitten natuurlijk daar PR-vogeltjes en die spindokters en allemaal van die gasten. Die bemoeien zich daarmee en die vinden dan dat die onderwerpen niet deugen. Of er moet een partij weg of een partij minder. En die heeft meer spreektijd dan die. En dat wordt dan afgeblazen onder het kopje timing. Nou, toen zei RTL, nou oké, dan gaat dat niet door. Dan gaan we het doen bij de Jinek. Gaan we dan dat debat houden. En toen zei ze bij de Jinek, de redactie die zei, nou leuk, dan doen we ook de BBB en Ja 21 erbij. Ja, goed. En toen zei, ja, en let nu op, toen zei de VVD, maar daar hebben wij geen zin in. Wij gaan niet in debat met de BBB en Ja 21. En ze gaven dan als reden, de VVD, die zeiden van nee, die partijen zijn nog veel te klein. Die willen we niet in het debat zien. Zij weten ook wel, in de peilingen gaan die dus sky high, BBB en Ja 21. Dus daar zijn ze bang voor. Maar dat niet alleen, ze wilden ook, en dat bleek later, ze wilden ze ook niet zo'n groot podium geven bij die Jinek. Ja, en dan gaat het niet door. En dan laat dus RTL, ja, RTL 4, die laat dus hun oortjes hangen naar wat de VVD wil. En die zeggen dan, nou oké, dan doen we helemaal geen debat. Hoe vind je die nou? Ja, dat vraag ik aan jullie. Hoe vind je die nou? Ja, in plaats van RTL dan zegt, oh, maar wacht even, VVD, wij gaan gewoon door met het debat. En als jullie niet komen, dan zien we het wel. Ja, de hartelijke groeten. En wel ben Jinek met de BBB en Ja 21. Nee hoor, de VVD, vrienden, bepaalt. Zo zie je maar weer. Het is maar dat je weet hoe de hazen lopen.